Hallo allemaal. Vandaag is het Internationale Meisjesdag. Ja, laten we eens een meisje tekenen. Of wat hoort er nou bij typisch een meisje? Doe je mee? Ja, vandaag Meisjesdag. Ja, hoe teken je nou een meisje? Nou, ik denk het bekendste meisje van Nederland. Laten we dat eens even proberen te tekenen. Dan doe ik het natuurlijk een beetje in stripstijl. Ja, dit is misschien wel het bekendste meisje van Nederland. En jullie hebben nog steeds geen idee wie het is. Ik probeer het een beetje in stripstijl te doen. Misschien dat mensen nu al een beetje een idee krijgen. Kijk, en als ik nu dit doe, dan heeft iedereen het door wie dit is, wie dit meisje is. Inderdaad. Johannes Vermeer, meisje met de parel. Ja. Nou ja, dat is misschien wel het beroemdste meisje van Nederland. Ze heeft een beetje een rare neus gekregen van mij. Maar goed. Je snapt de bedoeling. Het meisje met de parel. Ik geloof dat ik er nu moet stoppen, want anders blijft er niks meer over van het meisje met de parel. Nou ja, meisje, meisje, meisje. Hoe tekenen nou een meisje? Heel eenvoudig kunnen we ook een meisje tekenen. Zo. Hopla. Dat is eigenlijk al een meisje, hè? Met twee staartjes. Hopla. Een rokje. Goed. Nou, een hartje op de shirt. En dan hebben we ook een meisje getekend. Goed. Ja, meisje met de parel. Meisje. Typisch van een meisje is natuurlijk het rokje. Ja, wat je ook nog zou kunnen doen. Kijk, als je een oog hebt. Wat je vaak in de stripwereld ziet. Als je dan dit is dan een jongen. En als het een meisje is. Dan hebben ze opeens wimpers. De poppetjes. Nou, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Wat je ook nog met de mond kan doen is. Je lippen wat duidelijker aanzetten. Dan is het ook een meisje. Nou goed. Ga zelf aan de slag met een meisje tekenen. Zoek een afbeelding van een meisje. Kan ook een strippenversie zijn. En probeer ze een meisje te tekenen. En misschien moet je ze ook eens de combinatie maken. Meisje en jongen. Wat is dan het verschil in uiterlijk of in kleding? Ja. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.